Joris, derde finale van de Rising Star, nipt verloren. Wat vond je van de wedstrijd? Maar goed begonnen. Een beetje moeilijk met de wind aan de meerwindzijde. Maar dat kon ik in eerste set eigenlijk nog goed corrigeren. En dan de tweede set begon hij vrij sterk. Ik kon nog terugkomen eigenlijk. En dan op het einde van de tweede set begon ik een beetje fysiek te dalen naar beneden. En de derde set ook. Op vijf, tweede set 5-5, wat kansen had. Nog wat inhouden. En ja, dan komt hij erdoor en heeft vertrouwen en speelt eigenlijk vrij goed in de derde set ook. En fysiek? Woon je zelf? Fysiek, mijn fysiek? Ja, vrij zwak. Allee, zwak. Heel moe eigenlijk vanaf het eind tweede set en derde set. Ik kon mijzelf moeilijk terug opladen en ik kon er niet meer door. Volgende week, wat staat er op het programma? Luik. En dan nog daarna nog Damme. Ja, en we weten natuurlijk voor de Rising Stars dat ook Kimmer het goed doet. Gaat misschien in Damme de beslissing worden, denk je? Dat kan. Ja, want ik denk als je daar wint, dat je misschien nog kans hebt, nee? Ja, hij heeft toch wel 4 ronden, denk ik. Dus het zal moeilijk zijn. Het is niet dat ik er echt tegen hem op ga, maar gewoon het beste doen en zien wat het Oké, we zien je graag terug in Damme. Tot ziens.